Begin deze week meldde de politie via sociale media de vermissing van twee meisjes uit Nijmegen. Dat ging gepaard met een vrij sumier signalement van de twee. José Albers, woordvoerder van de politie Oost-Nederland, legt uit waarom die omschrijving zo algemeen was. Meestal is het zo dat mensen dus bij ons melden dat zij een familielid of een kennis missen. Dat houdt in dat wij dan vervolgens met deze personen in gesprek gaan en zoveel mogelijk informatie aan hen vragen, zodat wij ons onderzoek kunnen starten. Wat is de leeftijd van zo'n persoon? Wat voor kleding droeg die op het moment van vermissing? Is er een vermoeden waar die persoon naartoe is gegaan? Zijn er meerdere mensen die ons meer kunnen vertellen over die persoon die gezocht wordt? Uiteraard kunnen we dan bij zo'n vermissing, die willen we zo snel mogelijk die persoon weer terugvinden, kunnen we verschillende middelen inzetten. Dat kan zijn dat we bijvoorbeeld twitteren, een berichtje plaatsen op Facebook, op politie.nl of op de site vermiste personen. Ook dat is een mogelijkheid. Aan het begin van het onderzoek zijn er talloze vragen. Gaat het om bijvoorbeeld een dementerende persoon? Gaat het om een klein kind? Gaat het om iemand die vertrokken is in een auto? Gaat het om mensen die zijn weggelopen, dus vrijwillig zijn vertrokken? Dat zijn allemaal afwegingen die bepalen hoe wij vervolgens ons onderzoek vervolgen. We kijken bij een vermissingszaak uiteraard als eerste ook, is er sprake van een misdrijf of niet? En als er geen sprake is van een misdrijf, maar mensen vrijwillig zijn weggelopen, denk aan een jongere, dan hebben we toestemming nodig van familie, ouders, voogden, om die foto, om de naam op internet te zetten. Wanneer wij een foto of een naam gebruiken om bij een signalement te geven, dan heeft dat te maken met ook de privacy. Het moet natuurlijk ook wel zo zijn dat op die manier die persoon makkelijker terug te vinden is. Maar soms dus bewust geen foto of een naam, omdat dat de privacy van iemand heel erg raakt.